De 28-jarige Michiel van den Berg uit Urk gaat een nieuw Urker Lego-model op de markt brengen, Kotter G33. Het is genoemd naar een schip waar zijn oom op vaart onder de Duitse vlag. Ja, ik zocht inspiratie naar voor een schip om hem op te baseren. En uiteindelijk heb ik het schip gepakt waar mijn oom op vaart. En die heeft toevallig het nummer G33. Van den Berg maakt onder meer Lego-gebouwen van bestaande objecten op het Visserseiland. Het proefmodel van Kotter G33 was vorige week af. De Urker gaat nu onder meer een instructieboekje maken en onderdelen bestellen. Hij maakt een beperkt aantal exemplaren, 50 stuks, omdat het inpakken van de sets veel tijd in beslag neemt. Nou, ik begin altijd op de computer. In digitaal programma ontwerp ik het. Daar komt eigenlijk mijn boodschappenlijstje uit. Dan weet ik precies welke stenen ik nodig heb. Die stenen moet ik gaan bestellen. En uiteindelijk bouwen, nou ja, weekendje, even proberen. Daar gaat veel tijd in zitten, maar vind ik ook leuk. De Urker heeft eerder verschillende ontwerpen bedacht en gemaakt. De grootste was het kerkje aan de zee. Dat is genoemd naar de kerk naast het Urker Vissersmonument. Ja, het kerkje aan de zee, dat heb ik rond de kerst van vorig jaar gebouwd. En het is een project van 10.000 stenen. Daar heb ik gelukkig hulp bij gehad om het te bouwen. Dat was even een haastklus om dat nog af te krijgen. Hij is volledig ingebouwd, alle stoelen staan erin, de preekstoel staat erin, de dominee staat zelfs op de kansel, het orgel zit erin. En het kerkje aan de zee heeft nu een hele tijd in de bibliotheek gestaan op Urk en verhuist binnenkort hopelijk echt naar het echte kerkje aan de zee. Van den Berg heeft een zichtbeperking, maar Lego maken is niet zijn werk. Volgens hem is het een uit de hand gelopen hobby. Ja, ik zie wat minder. Ik heb ongeveer 20% zicht. En daarmee vind ik dit juist een prachtige hobby. Want als je aan het schilderen bent en je doet iets verkeerd, dan heb je een probleem. Als je met Lego verkeerd doet, haal je het steentje gewoon weer los. Dus dit is mijn creatieve manier waar ik fouten kan maken en het weer opnieuw doen. Over 3 maanden staat het Lego-model Kotter G33 te koop bij een speelgoedwinkel op Urk. Ja, wat is er uniek aan dit model? Weet je, het is Lego. Het is gemaakt van Lego stenen. Ik vind dat prachtig om te doen. Ik hoop dat meer mensen dat leuk vinden. Het is, ook al is het een onder Duitse vlag, het is een echt Urker schip. En ik hoop dat meer mensen daar plezier van hebben, net als ik.